Welkom bij in deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag vallen we gelijk met de deur in huis. Want afgelopen week kondigde Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank en de voorzitter van de Financial Stability Board, een belangrijke waarschuwing aan. En daar gaan we dan ook direct naar kijken. Kijk met me mee naar dit nieuws wat afgelopen week in het Financiële Dagblad verscheen. Klaas Knot waarschuwt G20 voor financiële onrust. Tijdens de G20 afgelopen week was er mogelijkheid voor de Financial Stability Board om hun zegje te doen over de huidige stand van zaken en de mogelijke risico's omtrent de economie. De Financial Stability Board is een sleutelorganisatie, of kan je zien als sleutelorganisatie, die de G20 adviseert over financiële stabiliteit of financiële instabiliteit. En zij spelen een cruciale rol als het gaat over het monitoren van deze risico's. Klaas Knot is natuurlijk voorzitter van deze board en deed zijn uitspraken vanuit zijn rol als voorzitter. Dus niet vanuit zijn rol als centrale bankdirecteur. En hij schreef een brief, dat is deze brief. Die hebben we hier voor ons, een 4-pagina's tellende brief. Klaas Knot getekend. En hier komen een aantal belangrijke dingen in naar voren. En het zijn toch wel, wij zouden zeggen, voor de hand liggende dingen. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen stellen dat dit uit de mond van een centraal bankier komt, is nogal benoemenswaardig. Laten we heel even kijken wat er voorbij komt in die brief. Want volgens het Financiële Dagblad zien we een aantal belangrijke dingen voorbij komen. De voorzitter van de Financial Stability Board die rekent namelijk de komende maanden en jaren op schokken voor het financiële systeem. En de bankenonrust van begin dit jaar zou het belang van snellere invoering van een nieuw regelgevingskader moeten benadrukken. En daar wil ik zo meteen wat dieper op induiken. We hebben het hier eerder over gehad toen we naar China keken. En ik zie daar enige correlatie, verband. En Knot die noemt ook dat de regelgeving voor de non-bankaire sector aangescherpt moet worden. Nou, dat is wat het Financieel Dagblad als belangrijkste punten hieruit naar voren haalt. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal andere belangrijke punten die ik even met je wil bespreken. Er kunnen namelijk in de nabije toekomst financiële schokken worden verwacht. En waar worden die nou door veroorzaakt? Nou, volgens de directeur in dit geval van de Financial Stability Board, de adviserende organisatie, worden die verwacht omdat er hoge inflatie is. Dus tot op heden vindt Klaas Knot de inflatie nog steeds hoog. En er renteverhogingen plaatsgevonden hebben en mogelijk ook nog zullen gaan plaatsvinden. En deze financiële schokken die kunnen zich in meerdere sectoren afspelen. Maar hij doelt in het bijzonder in zijn brief op de vastgoedmarkt. Die zou hierdoor negatief beïnvloed kunnen worden. En Klaas Knot heeft eerder gewaarschuwd, tot 2 keer toe zelfs. Ook een keer voor de vastgoedmarkt, eventuele daling omtrent de huizenprijzen, maar ook de gevolgen voor banken daaromtrent. En hij heeft een keer gewaarschuwd voor de aandelenmarkt en de beurskoersen die vrij hoog stonden. En natuurlijk met het oog op die verder stijgende rente. Nou, we gaan zo meteen even dieper inzoomen op die rente. Want als je het mij vraagt, ligt er ergens een einde in het verschiet? Maar er staat een nieuwe, andere optie klaar. En dat is een belangrijke. Die hebben we nog niet vaak besproken. Om alsnog dus die rente te kunnen beïnvloeden. En daarmee dus ook de economie te kunnen beïnvloeden. Zonder dat ze direct de rente verhogen. Maar daar kom ik zo meteen even op terug. Wat nu belangrijk is in deze, is dat hij dus opnieuw waarschuwt. En de afgelopen 2 keren, de afgelopen uitspraken die hij gedaan heeft, de waarschuwingen omtrent de aandelenmarkt en de huizenmarkt, daarmee was hij spot on. Met beide keren zagen we zowel de aandelenmarkt dalen als de huizenmarkt dalen. En hij waarschuwt nu dus voor de vastgoedsector, maar ook voor wat daarna komt. En dat is ook mede de reden waarom hij nu pleit voor een snelle invoering van dat Basel-regelgevingskader om die financiële instabiliteit aan te kunnen pakken nadat we die problemen hebben gezien bij een aantal grote banken begin dit jaar.
En daarnaast, en dat is een belangrijke, vestigt hij zijn aandacht op de non-bankaire financiële instellingen. Denk aan verzekeraars, maar ook aan hedge funds. En aan schaduwbanken. En dat is nogal een ding, want als je 2 afleveringen geleden deze video gekeken hebt, dan weet je dat er in de Chinese schaduwbankensector wat aan het borrelen is. En dat begon bij de vastgoedmarkt en slaat nu over naar de wereld van de schaduwbanken. En schaduwbanken, dat zijn non-monetary financial institutions. Dus dat zijn niet de partijen die geld mogen creëren. Ze mogen ook meer risico nemen, staan niet onder hetzelfde toezicht als reguliere banken. En ze lopen daardoor ook iets meer risico. En deze partijen, eigenlijk deze hele sector, die is in China behoorlijk onder druk komen te staan als gevolg van het feit dat de vastgoedmarkt daar onder druk is komen te staan. Dus je ziet al dat Klaas Knot, net als wij, vooruit aan het kijken is. En dit is uiterst interessant. En daarnaast kwam hij ook nog even tot de conclusie dat de risico's omtrent cryptomunten en de digitalisering van het bankwezen ook nog een rol zouden kunnen gaan spelen. Dus lang verhaal kort, Klaas Knot maakt zich zorgen over best wel veel verschillende onderdelen. Hij vindt dat er een strenge regelgevingskader moet komen voor banken. Hij vindt tegelijkertijd dat er meer risico's liggen bij die non-bankaire financiële instellingen, die NBFI-instellingen. En tegelijkertijd benadrukt hij dat ook daar de regelgeving strenger zou moeten zijn. En hij heeft zorgen over de financiële stabiliteit. Hij verwacht grote schokken. Schokken in de nabije toekomst. Moet het ook weer niet te erg overdrijven. Voor de aankomende maanden, al dan niet jaren. En hij heeft het over nog een ander belangrijk punt, die hebben we nog helemaal niet besproken. Het feit dat de wereldwijde schuldniveaus een historisch hoogtepunt hebben bereikt, wat leidt tot aanzienlijk hogere leenkosten voor bedrijven, gezinnen en overheden. En deze heb je vast vaker gehoord de afgelopen video's, want die stijgende rente die zorgt voor problemen bij bedrijven, bij burgers, maar ook bij landen. En dat is dus wat we nu ook daadwerkelijk terugzien. Dus die hogere rente en tegelijkertijd de hoge inflatie zijn een probleem. En die problemen komen op het bordje van bedrijven, burgers en overheden te liggen. Dus hier ligt een heel groot probleem wat naar de oppervlakte komt drijven. Eigenlijk meerdere problemen die allemaal samenkomen. En ik kan niet anders zeggen dan dat Klaas Knot hier de spijker op zijn kop slaat. Mocht je het interessant vinden om dit stuk wat hij geschreven heeft te lezen, doe dat dan ook vooral. Je kan hier eventjes op googlen Financial Stability Board en dan de chair letter richting de G20 is dat van september 2023. En in mijn optiek is dit dus een zeer interessante uitspraak. Een van de meest interessante uitspraken tot nu toe. En ik zag Edin Mujagic hier ook over twitteren afgelopen week. En hij zei: Klaas Knot waarschuwt wereldleiders voor nare gevolgen van de hoge staatsschuld. Nu de rentes gestegen zijn en wellicht verder stijgen in de toekomst. Daar gaan we het zo over hebben of dat nog gaat gebeuren. Geen speld tussen te krijgen, zegt Edin. Dus goed verwoord van Klaas Knot. Ik heb wel een relevante toevoeging. De centrale banken hebben die schuldenopbouw sinds 2008 namelijk zelf behoorlijk gestimuleerd door hun zogenaamde expliciete beloftes hun rentes heel lang heel laag te houden. En Eden het heeft over 2008, dan doelt hij natuurlijk op de whatever it takes speech van Mario Draghi, die natuurlijk destijds aangaf: we gaan er alles aan doen om de euro te redden. En vanaf dat moment is de rente eigenlijk heel lang heel laag geweest. En volgens Klaas Knot te lang te laag geweest. En dat heeft er eigenlijk toe geresulteerd dat ondanks dat die rentes nu fors opgelopen zijn, de reële rentes nog steeds historisch laag of in sommige gevallen zelfs negatief zijn. En met de reële rente doelen we op die nominale rente minus de inflatie. Dus de rentestand, daar haalt men de inflatie vanaf. Stel dat die 2 is, inflatie is 3, dan hou je vervolgens min 1 over. En dat is negatief en dat maakt het voor overheden nog steeds interessant om meer schulden op te bouwen. En dat is juist wat tegengegaan moet worden. Dus je zou
reële rentes eigenlijk zeer positief moeten hebben. Want dan loont het pas om niet meer schulden te gaan maken, maar om bijvoorbeeld te gaan sparen. Dus Edin zegt duidelijk, alles leuk en aardig, Klaas Knot, maar we zijn er nog lang niet. En vervolgens zagen wij Klaas Knot opnieuw, maar nu vanuit een andere rol, waarschuwen. En ditmaal vanuit zijn rol als president van de Nederlandse Centrale Bank. En hij waarschuwt namelijk voor mogelijk nieuwe renteverhogingen. Op 4 september, dus deze week, zal de Europese Centrale Bank opnieuw besluiten of de rente verhoogd zal worden, de ja of de nee. En als het aan Klaas Knot ligt, dan zal die rente verder verhoogd kunnen worden, moet ik heel duidelijk stellen. We zien dat er binnen de centrale bank toch wel een beetje een verschil is. We zien de centrale bankpresidenten van Duitsland, van België, Oostenrijk en Letland allemaal een renteverhoging van 0,25 procentpunt supporten of steunen. Terwijl centrale bankpresidenten van Italië en Portugal juist wijzen op economische risico's van verdere renteverhogingen. De Franse centrale bankpresident die geeft aan dat de rente bijna een piek heeft bereikt, maar dat er geen duidelijkheid is voor de aankomende renteverhogingen. Wat zegt Christine Lagarde nou? Christine Lagarde die benadrukt opnieuw dat de inflatie nog steeds te hoog is. En dat de beslissing om de rente te verhogen afhangt van de beschikbare economische cijfers op het moment van de vergadering. Nou, als je het mij vraagt, is de kans zeer reëel dat er opnieuw een renteverhoging in het verschiet ligt van 0,25 procentpunt. Mede met het oog dat men toch op dit moment de inflatie nog steeds te hoog vindt. In juli zagen we dat de rente met 0,25 procentpunt verhoogd werd naar 3,75%. Dat zou dus nu dan de rente naar 4% brengen. En vele analisten die zien dit als een belangrijk moment. Klaas Knot die benadrukt het belang van het bereiken van inflatiedoelstelling van 2%. En interessant is dat hij het heeft over 2025. En dat is, als je mij vraagt, vrij bijzonder. Want in 2022 zei Lagarde, en we moeten niet vergeten, Lagarde heeft wel echt een hele andere economische, financiële achtergrond dan dat Klaas Knot heeft. Maar Lagarde die zei destijds, it's just a hump and then a bump in 2022. En we zien dus nu al dat Klaas Knot spreekt over het kunnen behalen van de inflatiedoelstelling van 2% richting 2025. Nou, we zitten nu in 23, dan hebben we nog 24 en dan moet dat dus 25 worden. Dat betekent dat de inflatie heel lang heel hoog blijft. Maar we hebben te maken met dat rekenprincipe. En daar kom ik zo meteen op terug, want we hebben een aantal landen die voorlopen in dat rekenprincipe. En als je dat dan ziet, dan word je niet heel erg vrolijk. Nou, we gaan in ieder geval aankomende periode in de gaten houden wat de Europese Centrale Bank zal gaan beslissen. Als het mij vraagt, zou een 25 procentpunt verhoging heel erg logisch zijn. Kijkend naar de huidige situatie. Die inflatie moet gewoon omlaag, want anders maakt dat ons geld steeds minder waard. En het vertrouwen van de burger in het geld eveneens in Europa, in de eurozone, in alles wat er maar bij komt kijken. En vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. Dat zeggen ze niet voor niks. Maar wat gebeurt er dan daarna? Want je weet het, wij zetten altijd met deze video's, tijdens deze video's, de verrekijker op. En we kijken vooruit. Wat gebeurt er na de periode van september? Als er dus weer opnieuw 6 weken aanbreken waarin de beleidsmakers opnieuw moeten gaan kijken, wat doen we nu? Want september zou het cruciale punt zijn. Waar veel over gesproken werd, was de pivot van Jerome Powell. We hebben het nu even over Europa in deze. Maar wat wel interessant is, is dat natuurlijk de vraag is wat daarna gebeurt. Het monetair beleid van de ECB die werkt wel duidelijk door in de economie. Je ziet dat op tal van verschillende plekken. Maar die cyclus van renteverhogingen die lijkt hierna toch wel enigszins voorbij te zijn als we kijken naar wat analisten verwachten. En daarom wordt er nu gesproken over een andere manier van eventueel verkrappen. En dan hebben we het over quantitative tightening, QT. En zoals je weet is er heel lang aan QE gedaan. Dat is het opkopen van staatsobligaties geweest. We hadden een te lang te lage rente. Maar daarnaast was daar het ruime monetair beleid waarin men met geld gecreëerd uit het niets.
indirect staatsobligaties wist op te kopen. Dus schulden die een overheid in de markt zet op het moment dat zij te geld tekort komen. En dat kan opgekocht worden door beleggers. Maar in dit geval werd dat opgekocht door de centrale bank. En als de centrale bank dat opkoopt, dan is er dus vraag vanuit de centrale bank. En dat betekent dat die waardes van die obligaties relatief hoog zijn en dat die rentes van die obligaties laag blijven. Nou, dat hadden we dus gezien met quantitative easing. En nu zou dat dus de andere kant op kunnen gaan. Want een van de mogelijke acties die de Europese Centrale Bank zou kunnen overwegen is het versneld verminderen van hun obligatieportefeuille. En we weten dat de quantitative easing op dit moment niet meer aanstaat. De geldprinter staat niet meer aan. Maar als er obligaties aflopen, dan worden die wel opnieuw geherinvesteerd. Het doel is uiteindelijk toch om die lange grafiek van die obligaties, die eigenlijk alleen maar groeit. Je kan het je nog herinneren, Christine Lagarde die bij Twan Huis zat en dat hij zei, nou, deze grafiek lijkt wel een beetje op de koers van Bitcoin. En dat ze een beetje geïrriteerd reageerde en zei, ja, alles leuk en aardig, maar dat staat hier helemaal los van. En toen vroeg hij, wanneer gaan we dan deze portefeuille afbouwen? En toen zei ze in due course. Christine Lagarde weet ook wel dat dat niet echt heel lekker uit de verf zou kunnen komen. Want als je dat gaat doen, dan zorgt dat natuurlijk voor minder geld in de economie. En als de geldhoeveelheid afneemt, dan maakt dat dat de economische groei ook afneemt. Dus het is een heel lastig onderwerp om over te spreken. Daarom reageerde ze ook met in due course. Ja, als de tijd rijp is. Maar dit zou wel een mogelijke suggestie kunnen zijn om het beleid wat meer te normaliseren en dus die lage rentes te laten stijgen. Nou, hoe kun je dat nou doen als je quantitative tightening gaat inzetten? Dan ga je dus kijken naar de relatie tussen de obligatieprijzen en het rendement. En er is een soort omgekeerde relatie tussen de prijs van een obligatie en het rendement ervan. Want wanneer de prijs van een obligatie daalt, dan stijgt het rendement. En andersom is het precies even zo. Dus als een obligatie in prijs daalt vanwege het verhoogde aanbod, dus de verminderde vraag, dus de ECB die zet ze weer terug de markt in, dan ga je dus automatisch zien dat de rentes van die obligaties gaan stijgen. Want het is namelijk niet meer op dat moment de lender of last resort. De markt moet dan die obligaties gaan absorberen. En het risico is dan dus ook wat groter, dus de rente gaat stijgen. En als de markt dus verwacht dat de centrale bank de economie minder gaat stimuleren, dus bijvoorbeeld door middel van die QT, dan kunnen investeerders dus ook een hogere vergoeding en dus een hogere rente eisen voor het houden van die vooral de schulden op de langere termijn. Want die lange termijn schulden, die hebben vaak een hogere rente dan de korte termijn schulden, omdat op de korte termijn het risico minder is. En gezien het vooruitzicht van een toch wel minder monetair, ruim monetair beleid. En als de centrale bank dus stopt met het opkopen van die obligaties of ze zelfs terug de markt inzet, dan kunnen andere kopers die leegte dus willen opvullen en ze eisen dus daardoor hoger rendement. Eigenlijk spreekt het heel erg voor zich. En de inflatieverwachting speelt hierin ook een rol. Want QT kan ook worden gezien als een teken van de centrale bank dat ze zich nog zorgen maken over inflatie, maar toch niet echt willen sleutelen aan dat rentemechanisme, omdat dan heel duidelijk is dat dat pijn doet. Hoge inflatieverwachtingen die kunnen leiden tot hogere langlopende rentes, aangezien dus die obligatiehouders hogere vergoedingen zullen eisen. En dan krijg je een soort van erosie-effect, zou je zeggen, van inflatie om hun investeringen te kunnen compenseren. Dus dan zou automatisch de inflatie mogelijk weer wat omlaag kunnen gaan. Er is minder geld in omloop, er is minder aanbod van geld. Dus dan zou dat toch wel mogelijk een positief effect kunnen hebben. Maar de vraag is of de ECB deze kaart zou willen gaan spelen. Maar het is wel een interessante. Dus ik denk, ik gooi hem even op tafel. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij hierover denkt overigens. Vind je dit trouwens een leuke video? Of haal je iets van waarde uit deze video? Laat me dat dan vooral weten door op de duim te klikken. En vergeet ook niet om deze video te delen met vrienden, familie, mensen die je lief zijn. Om ervoor te zorgen dat ook zij op de hoogte zijn van deze actuele economische informatie. Dingen die ik ook nog voorbij zag komen in het Financieel Dagblad de afgelopen week was dit bericht. Minder lange werkweek houdt inflatie in de eurozone hoog. Dus in plaats van dat geldcreatie of het beleid van de centrale banken, die rente, de QE, dat de reden is van inflatie, wordt het afgeschoven op de mensen. Want de mensen,
Die zijn het probleem. Ze werken namelijk 2,2% minder uren dan voor 2020. En dat zou dus resulteren in een behoorlijk gat die opgevangen moet worden. Monetaire beleidsmakers die zouden hier hun hoofd over breken. En de vraag is of dit een tijdelijk fenomeen is of dat dit een permanent fenomeen is. En dan vraag ik je waarschijnlijk af, hoe dan? Hoe kan dit nou een effect hebben op de inflatie? Nou, over deze afname van de gewerkte uren en een toename van het aantal mensen dat werkzaam is, ontstaat een schaarste op de arbeidsmarkt, is wat ze in het FD suggereren. En dit wordt verder benadrukt door het feit dat in Nederland tegenover elke 100 werklozen 122 vacatures staan. En door de arbeidsschaarste ontstaan sterke looneisen. En wanneer werknemers hoge lonen eisen, dan kunnen ze deze ook krijgen. Dus eigenlijk zijn die werknemers nog steeds in charge door die krappe arbeidsmarkt. En de Europese Centrale Bank die staat dus voor de uitdaging dat zij de inflatie willen beheersen. Maar het schijnt dus dat die arbeidsschaarste het mogelijk maakt dat mensen hogere lonen kunnen gaan eisen. En als ze dus nog minder gaan werken, 2,2%. Maar als ze dus minder gaan werken, dan is er dus minder ruimte om die vacatures te vullen. Dus dat zou hogere lonen betekenen. En sommigen wijzen zelfs op de term labor hoarding, waarbij werkgevers hun werknemers minder uren laten werken uit angst voor toekomstige arbeidstekorten. Omdat ze dus liever mensen wat minder lang aan het werk hebben dan dat ze helemaal geen personeel hebben. Maar er is überhaupt, en ik heb het hier al vaker over gehad, op de arbeidsmarkt een hele duidelijke shift gaan. Althans, als je het mij vraagt. Ik ben ook heel benieuwd hoe dit in jouw omgeving is. Misschien omgeef ik me wel te veel met ondernemers of mensen die wat ruimer denken als het gaat over werken en het werkende leven. Maar het valt mij heel erg op dat er steeds meer gefocust wordt op het zijn van productief. Dus arbeidsproductiviteit. Het zorgen ervoor dat je niet uren werkt, maar daadwerkelijk ook productief bent. Dus 8 uur op kantoor betekent niet dat je 8 uur productief bent. En vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen, ja, dan is het toch juist goed dat mensen minder werken of vanuit huis werken of op een andere manier hun werk. Je ziet ook heel veel remote. Wij binnen ons bedrijf werken met alleen maar mensen die op remote basis werken. En dat wordt over het algemeen als heel erg fijn ervaren. En bijvoorbeeld de editor die nu deze video aan het editen is, die werkt voornamelijk in de nacht, omdat hij dan het scherpst is en het meest productief. En voor mij werkt dat heel erg fijn. Zij begint rond 1 uur of 8 s'avonds en is vaak, pak een beetje rond 1 uur of 4, 5 in de nacht is hij klaar. Maar dat werkt voor hem het beste. En hij heeft vroeger ook altijd, toen hij zijn eigen video's editte, in de nacht gewerkt. Omdat dat voor hem productief is. En ik moet ook wel zeggen, ik werk ook graag in de avond. Het is nu ook avond. En dat werkt voor mij ook een stuk lekkerder, omdat ik dan minder gestoord word, minder telefoontjes, belletjes tussendoor. Maar iedereen zou daarin zijn eigen draai kunnen vinden als hij of zij dat zou willen. Maar dat betekent dus niet dat je minder productief bent, althans als je het mij vraagt. Dus eigenlijk is er een shift gaande qua personeel, maar zijn die bedrijven daar misschien nog niet helemaal klaar voor? Ik ben ook heel benieuwd hoe jij hier naar kijkt, hoor. Want het kan best zijn dat ik in een beetje een bubbel zit, wat dat betreft. Maar goed, we gaan even weer terug naar de economie. Want we hadden het net over de inflatie. En als we het hebben over de inflatie, dan kijken we natuurlijk naar de kerninflatie en we kijken naar het gewone inflatiemandje. Kerninflatie is de inflatie, het gewone inflatiecijfer minus energie en voedsel. We weten dat energie heel hard gedaald is en dat had een drukkend effect op die inflatie. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want als je toch eventjes vooruit kijkt door die verrekijker heen, dan denk je, oké. Maar we kijken ook even naar de prijs van grondstoffen. Want we weten dat de Producers Price Index een belangrijke rol speelt in de uiteindelijke CPI, de consumentenprijsindex. Dus de producentenprijsindex, dat is de voorloper daarvan. Als de producentenprijzen beginnen te stijgen, betekent dat dus dat de grondstoffen stijgen. En de grondstoffen zijn dus eigenlijk weer een voorloper van de producentenprijzen. Want grondstoffen zijn nodig om bepaalde producten te kunnen produceren en vervolgens weer richting de eindgebruiker af te zetten. Wat zien we nou gebeuren?
De prijs van onder andere olie, die begint weer fors op te lopen. Niet zo'n beetje, ook behoorlijk fors. En ik wil je toch even deze grafiek laten zien. Als je deze grafiek ziet, dan begrijp je dat het zeer interessant is dat we toch die prijs weer opwaarts beginnen te zien lopen. En dat is niet het enige wat in prijs begint te stijgen. Ik zag afgelopen week ook dat de prijs van rijst de pan uit rijst. En ook daar zagen we een forse stijging van 25% ten opzichte van een jaar geleden. Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat de prijs al 10% was gestegen. En vervolgens hebben exporterende landen gezegd, wij zorgen dat we een exportverbod invoeren. Want anders dan hebben wij straks intern in ons land geen grondstof meer. In dit geval dus rijst meer. En dat resulteert natuurlijk in nog hogere prijzen. Want schaarste in overige delen van de wereld. Dus vandaar die 25%. Maar daarvoor zagen we dus al een 10% stijging. En dan is er nog iets wat ik je even wil laten zien. En dit is toch wel, ja, ik vind dit het allerinteressantste. Dat is deze tweet van Holger. En Holger heeft het een keer niet over Duitsland, hij heeft het over Turkije. En we weten natuurlijk dat Turkije gaat het niet zo heel erg goed als we kijken naar de inflatie, als we kijken naar de economie, de economische groei, de koopkracht van de mensen daar. En Holger zegt, Turkey's inflation has accelerated despite sharply increased key interest rates. Dus ondanks dat de beleidsrente in Turkije opwaarts is gegaan, zien ze nu een forse stijging in de inflatie. The chart looks like Erdogan was right after all with his unorthodox thesis that higher interest rates lead to higher inflation. Erdogan heeft altijd volgehouden dat als de rente verder omhoog zou gaan, dat dat dan uiteindelijk zou kunnen leiden tot hogere inflatie. En wat we natuurlijk, als we kijken naar inflatie, mee hebben, is als de inflatie daalt. En in dit geval spreken we over echt absurde bedragen. Ik kan je heel even de grafiek wat groter laten zien. We spreken over absurde bedragen. 90% bijna aan inflatie in Turkije. 85% om en nabij gedaald naar richting 38%. En nu weer op 58,9%. Dat is nogal wat. En ook de main rate ligt rond de 25. Die lag even kort rond de 10. Maar we zitten hier met die meetmethode. Want als je dus een stijging ten opzichte van een stijging meet, dan gaat er op een gegeven moment ergens een daling komen. En dat kan dus ook vrij rap zijn. Vorige week bespraken we dat de ABN AMRO Bank zelfs mogelijk deflatie aanziet komen voor het einde van het jaar. Maar dat je dat dus helemaal niet in je portemonnee hoeft te voelen. Ik heb daar een uitgebreide video over gemaakt. Heb je die niet gezien? Ga hem dan kijken, want die video is massaal bekeken, omdat de cijfers niet kloppen. De cijfers kloppen niet. Dus wat jij uiteindelijk in je portemonnee gaat voelen is veel zwaarder dan wat er uit de cijfers blijkt. En de gemiddelde Nederlander zal de krant openslaan en die denkt, de inflatie, dat is mooi. Maar die is dan even vergeten dat het jaar ervoor er een 10% inflatie was. Misschien wel 17% inflatie. En dat er nu wordt gemeten ten opzichte, nou, en ook nog de cijfers. Ik heb het in de vorige video helemaal uitgelegd. Ik ga er niet eens meer een woord aan vuil maken. Maar ik zei vorige week ook al, wat het interessantste is, is om te kijken wat er daarna gebeurt. Eigenlijk moet ik zo doen, daarna gebeurt. Dus we hebben dan die inflatiepiek gehad en vervolgens gaan we omlaag. Want hè, als je de cijfers jaar op jaar vergelijkt, ga je sowieso omlaag. Plus dat die nieuwe rekenmethode van het CBS, waarbij dus niet de huidige contracten, of niet de nieuwe contracten tellen, maar wat er al was, dat telt. Maar als je dan dus die lijn naar beneden trekt, omdat je dus cijfers met elkaar gaat vergelijken, dan komt er ook weer een punt dat je ergens lage cijfers hebt, terwijl je die moet gaan vergelijken. Bijvoorbeeld deflatie moet gaan vergelijken met toch wel enigszins een vorm van inflatie, omdat de prijzen toch wel weer gaan stijgen. Of omdat de prijzen eigenlijk blijven stijgen. Dus dat wat je in portemonnee voelt is gewoon heel anders. Ik hoop dat ik het zo goed uitleg. Anders moet je echt even de video van vorige week checken. Maar wat gebeurt er dan daarna? Gaan we dan daarna zien dat we weer een opwaartse beweging krijgen? En wat we dus zien in Turkije, ondanks dat het een mega uitvergrote versie is, is iets wat we vorige week ook bespraken, waar ik eerder me zorgen over geuit heb. En dat is deze. Dit is de plaat van de jaren 70, 80.
toen er behoorlijke inflatie ontstond naar aanleiding van die loonprijsspiraal. Dus mensen die hogere lonen eisten en dergelijke, dat volgde zich op. Als je dit ziet, ik zag toevallig van de week een video van mij voorbij komen uit 2021, denk ik. Of 2022. En toen zagen we al eventuele loonprijsspiraal aankomen. Ik kan hem op Instagram wel eventjes weer opzoeken of misschien opnieuw posten. En dan besef je gewoon, als je vooruit kijkt, dat er gewoon een hele grote kans is dat de geschiedenis zich herhaalt. Omdat we nu eenmaal met economische cycli hebben en te maken hebben. En de geschiedenis is niet altijd hetzelfde, natuurlijk niet. Maar het rijmt wel. It often rhythm, zeggen ze niet voor niks. Nou, als je dit terugziet, dan zie je dus heel duidelijk dat de inflatie nu daalt. En ik ben heel benieuwd wat er hier gaat gebeuren. Dit is dus van 2013 tot aan 2023. Op dit moment seasonally adjusted is het. En dit gaat dan over de US. Maar wat gaat er hierna gebeuren? Misschien gaan we wel even naar dit niveau. En vervolgens is dan de vraag wat er dan komt, omdat die cijfers dan ten opzichte van lage cijfers vergeleken moeten gaan worden. En dan hebben we ook nog het verhaal wat er extra bij komt. En dat is dat we kijken naar de economische groei. Daar waar de duiven heel erg kijken naar economische groei en pijn in de economie, en de havik heel erg kijken naar hoge inflatie, dat moeten we bestrijden, zien we dat er behoorlijk wat uitspraken worden gedaan over onder andere de Duitse economie. En dat is toch goed voor 25% van de Europese economie als geheel. En Duitsland is eveneens de grootste handelspartner van Nederland. Dus gaat het in Duitsland niet goed, dan is dat best wel een ding. We volgen dit al een aantal weken, al dan niet iets meer dan een maand, anderhalf, twee maanden. Nou, en we zien nu dat de Duitse economie redelijk ziek is. En dat is nogal een uitspraak. De economische gezondheid van Duitsland, die zou volgens de hoofdeconoom van ING op dit moment redelijk ziek zijn. Maar niet terminaal. Of we daar nou zo opgelucht over moeten zijn, dat vraag ik me af. En even voor de historische context van dit verhaal. 25 jaar geleden noemde The Economist de Duitse economie een zieke man in Europa. En ondanks uitte het zakenblad The Economist opnieuw zorgen over de Duitse economie. En de regering in Duitsland die introduceert nu een stimuleringsplan. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want dit werkt de centraalbankiers natuurlijk weer tegen. Ga je dus weer stimuleren. En dat is aantrekkelijk, want die reële rente die is laag of ligt in sommige gevallen onder nul. Dan betekent dat je die inflatie weer kan gaan aanjagen en dat die rente dus nog verder omhoog moet. Nou, je begrijpt hoe erg men vast zit. En na dus een sterke periode van groei, van pak en beet, als je de trend over het algemeen bekijkt, 2005 tot 2019... beschrijft het IMF nu dat de Duitse groei tot 2028 zal gaan afnemen. Dus dat betekent, Klaas Knot heeft het gehad over de rente, of over de inflatie die pas in 2025 op normaal niveau ligt. Maar de groei, dus dat uiteindelijke effect, dat zal dus toch tot 2028 afnemen. We zitten nu in 2023. Dat is best wel een forse zit. Laten we zeggen, pak een beet 5 jaar wat er nog uitgezongen moet gaan worden. Dus vanuit mijn perspectief zou je nog wel, laat ik zeggen, hier is het laatste nog niet over gezegd. Nog los van de fiscale kwesties. Er wordt gesproken over digitale achterstand moet ik zeggen. Er wordt gesproken over kwetsbaarheden op de arbeidsmarkt. Waardoor het lastiger is om economisch herstel te bewerkstelligen. Consumentenvertrouwen is ontzettend laag of relatief laag. De consumptie blijft echter wel op peil, omdat natuurlijk de lonen vrij hoog zijn. Die lonen die eventueel weer voor zo'n loonprijsspiraal zouden kunnen. Je begrijpt hoe ontzettend lastig dit is. Voor de centraalbankiers, voor de beleggers, voor de burgers, voor de overheden. Hoe je met dit scenario om moet gaan. En dit toont ook aan dat economie geen exacte wetenschap is. Dat het niet zoiets is als 1 plus 1 is 2. En ondanks dat dat niet zo is, wordt het wel vaak voor de bühne wordt er gedaan alsof dat wel zo is. Je gaat naar school, je doet 10 jaar lang studeren. Vervolgens ga je nog 5 jaar lang bij een centrale bank aan het werk. En dan kom je uiteindelijk op die positie en dan weet je alles. Je weet het precies. Je kan inflatie voorspellen, je kan erop inspelen. Maar dat blijkt gewoon niet zo te zijn als dat men
ons vertelt. Laat ik het zo netjes uitdrukken. De verhitte economie die vraagt om een ander begrotingsbeleid. En we hadden het er net even kort over. Het begrotingsbeleid in Duitsland is dus al aangepast, want daar gaan ze stimulerende maatregelen toepassen. En het kabinet in Nederland die gaat op zo'nzelfde manier een beetje te werk. Het kabinet dat na de verkiezingen aantreedt, die doet er volgens CPB-directeur Pieter Hazekamp verstandig aan om af te stappen van het huidige pro-cyclische beleid en te kiezen voor begrotingsdiscipline en tegelijkertijd stabiliteit. En dat houdt dus in dat deze directeur van het Centraal Planbureau adviseert om toch wat rustiger aan te doen met dat over de balk gooien van geld. En even lang verhaal kort, die mening die deel ik. Want de bedoeling is niet dat de overheden centraal bankiers gaan tegenwerken. En dan zit je weer met dat korte termijn verhaal van de politiek en dat lange termijn verhaal van de centraal bankiers. En dat knelt. En een ander onderwerp wat al lange tijd knelt is het box 3 verhaal. Het verhaal omtrent vermogensbelasting. Want in 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de oude manier van het belastingheffen over vermogen verworpen moest worden. En dit was destijds gebaseerd op het veronderstelde rendement. Dus stel, je had je geld op de spaarrekening staan tegen een negatief renderend rendement, dan vond de Nederlandse overheid dat er wel mogelijk rendement behaald was, verondersteld rendement dus, en daar moest belasting over betaald worden. Nou, er zijn veel mensen geweest die daar bezwaar tegen hebben gemaakt en uiteindelijk oordeelde de rechter dat het inderdaad niet mocht wat er gebeurde. De overheid deed iets wat niet mocht. Teruggefloten door de rechter moest de staatssecretaris destijds opnieuw om tafel om een nieuwe box 3 belasting in het leven te gaan roepen en nieuwe plannen te bedenken over hoe dit wel op een eerlijkere manier ingeregeld zou kunnen worden, dus op basis van het feitelijke rendement. Nou, coalitiepartijen hebben nu een compromis bereikt over de toekomst van die zogenoemde box 3 tax. Hij heeft ineens een nieuwe naam gekregen, maar je zou dus kunnen stellen dat het een combinatie is van vermogensaanwasbelasting, dus het jaarlijks belastingheffen over de waarde van vermogen, en een vermogenswinstbelasting. En dat is belasting betalen bij het daadwerkelijk verzilveren van de winst. En nu vraag je waarschijnlijk af, hoe zit dit? Nou, dit plan dat ligt voor de lange termijn op tafel, dus niet al voor volgende week. De nieuwe box 3 belasting die zal dus naar verwachting pas in 2027 worden ingevoerd. Het is op dit moment nog steeds een voorstel. Kan helemaal niet over besloten worden. Maar er was behoorlijk wat weerstand over hoe dit nou precies ingeregeld moest gaan worden. En er zullen dus verschillende vormen van vermogen zijn die op verschillende manieren worden belast. Denk bijvoorbeeld aan spaargeld en beursbeleggingen. Die worden belast op aanwas. Dus hoeveel is er verdiend op dat spaargeld? Hoeveel is er verdiend op die belegging? Terwijl vastgoedinvesteringen en niet beursgenoteerde bedrijven belast worden tegen de daadwerkelijke winst. Nou, mogelijk vraag je je af wat dit nou precies voor jou betekent. Laat ik het eventjes heel erg kort uitleggen. Stel je hebt spaargeld in Nederland, dan wordt dat belast op basis van de waardegroei van dat spaargeld. Stel je hebt beleggingen in Nederland, dan zullen beleggingen eveneens belast worden op waardegroei. En de daadwerkelijke verzilvering van de winst, bijvoorbeeld bij verkoop, wordt daar winstbelasting over gegeven. Kan het nou zo zijn dat je een jaar verlies draait, dan kun je dat eveneens berekenen of verrekenen, moet ik eigenlijk zeggen. Je krijgt geen geld terug van de Belastingdienst, maar als je het vervolgens het jaar daarop weer winst draait, dan kan je dat dus met elkaar recht trekken. Vervolgens hebben we ook nog de eerste woning. En de eerste woning die valt normaal gesproken onder box 1 en wordt daarom niet direct door deze verandering in box 3 beïnvloed. De waarde van je eerste woning die wordt dus meestal belast via eigen woningforfait in je inkomstenbelasting. En dan hebben we nog de tweede woning of meerdere woningen, beleggingspanden. En voor een tweede woning zal verondersteld rendement worden gehanteerd voor belastingdoeleinden. En als je besluit die tweede woning te verkopen, dan realiseer je hier vervolgens ook nog een winst op. En daar moet dan weer
winstbelasting over betaald worden op het moment van verzilveren. En de exacte tarieven staan op dit moment nog niet vast. Er kan hier ook nog in geschoven worden. Het hangt natuurlijk ook af van je specifieke situatie. Onthoud dat wel goed. Maar het plan is om te beginnen met een belastingtarief van 32%. En dit vervolgens te laten stijgen naar 35%. En ik verwacht dat dit voor een hele hoop Nederlanders toch wel behoorlijk rauw op hun dak komt. Door hier meer belasting te gaan innen, zou uiteindelijk werk meer moeten lonen. En dat is natuurlijk ontzettend van belang, dat werk zo goed mogelijk loont. Je ziet het nu heel vaak voorkomen dat twee verdieners zeggen, ja, mijn man of mijn vrouw die kan wel een dag extra werken, maar dat kan niet uit. Of mijn kind een dag extra naar de opvang, ja, dat kan niet uit. Want ik kan beter zelf voor mijn kind zorgen. Dat soort constructies moet... Nou goed, er is een heel groot verschil tussen politici en ondernemers. En wat in mijn optiek heel erg duidelijk is, is dat in onder andere de Nederlandse politiek, maar eigenlijk de meeste politieke organen, dat er gewoon mensen zitten die niet weten hoe ze een bepaalde bedrijfsvoering op een goede manier kunnen inrichten. En dat het regeltje op regeltje op regeltje op regeltjes. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit ook al behoorlijk wat regels vind, die allemaal over elkaar heen vallen, waarvan je bijna denkt, oké, en nu? Dus goed, lang verhaal kort. Dit is dus nog steeds tot op heden een voorstel. En zal hier behoorlijk over gediscussieerd worden. Want in mijn optiek lost dit het cruciale probleem niet op. En dit is ook waar ik eigenlijk al heel erg lang tegenaan loop. En heel even kort, een klein zijweggetje. Je kan je misschien wel herinneren dat ik 2 jaar geleden, denk ik, 2,5 jaar, ik weet het niet meer precies, meegedaan heb aan een programma. En dat was het programma NPO 1 of NPO 3, maakt eventjes niet uit. Ik werd toen gevraagd of ik wat wilde vertellen over het verschil tussen de jongere generatie nu en de jongere generatie vroeger. En of de jongere generatie nog kansen had. En in mijn optiek, tijdens het voorgesprek bespraken we dat ook. In mijn optiek was dat wel degelijk zo. Mede door de komst van het internet. Doordat alles digitaal kan en dat je op een hele andere manier kan werken en op een hele andere manier zichtbaar kan worden, jezelf zichtbaar kan maken. En daar zouden we het over hebben. Uiteindelijk werd er dusdanig in geknipt dat het daar niet over ging. En tijdens een 4 uur durende lunch zijn er een bepaald aantal fragmenten uitgehaald waarbij de focus kwam te liggen op belasting. Maar nu we het toch over belasting hebben, is het wel interessant om dat even aan te halen. Er werd mij een aantal keer dezelfde vraag gesteld. En die vraag ging eigenlijk over of ik vond dat beleggen, dat meer belast moest worden. En ik heb toen aangegeven dat ik dat niet vond. En mijn antwoord daarop was, het heeft niet te maken met het feit dat ik vind dat werken niet meer moet lonen. Werken zou wel degelijk meer moeten lonen. Maar dat probleem los je niet op door vermogen meer te belasten. Het probleem zit hem in het geld. Het geld is stuk. Ons geld wordt compleet uitgehold. Daarom de waarde van het geld. Daarom willen mensen hogere lonen. En destijds, 2 jaar geleden, 2,5 jaar geleden misschien, destijds hadden we het daarover. Ja, ik denk 2 jaar geleden, september was het volgens mij. Dat was het moment waarop nog niemand sprak over de inflatie. Maar waarin ik wel uitgelegd heb dat dat het probleem was. Het feit dat het geld steeds minder waard wordt. En dat is in een versneld tempo terechtgekomen. En als je dan nu de middenmoot meer poogt te belasten, ik denk niet dat je daarmee het probleem aanpakt. En we zien dat bij tal van economen voorbij komen die hier jaren onderzoek naar gedaan hebben. Kijk onder andere naar Lex Hoogtuin, zijn visie hierover. Maar ik heb hier nu genoeg over gezegd, want ik hou helemaal niet van praten over belasting. Het is totaal niet mijn ding. De focus moet liggen op de economie en moet liggen op ervoor zorgen dat er vermogen binnenkomt, dat de juiste beleggingen worden gedaan, dat je kijkt naar de toekomst en dat je stabiliteit ervaart, dat je jezelf fijn voelt met je financiële keuzes die je maakt, maar ook de keuzes die je in je leven maakt. Dat is ontzettend belangrijk. En daar waar je, ja, belasting moeten we nou eenmaal betalen, of je het er nou mee eens bent of niet. Het is wel van belang om te weten wat de belastingregels zijn, zodat je daar in ieder geval geen fouten in
maakt. Mocht je het trouwens interessant vinden om hier meer over te weten, binnen de community hebben we een interessante expert op gebied van belastingen, ook met name voor ondernemers. Dat is Thijs Verlangen, die ken je misschien wel. Je kan je aanmelden voor de Monitalks community volledig gratis. €1 volgens mij is het. Euro voor 14 dagen. Hieronder zal ik even een linkje neerzetten voor de Monitalks community, mocht je dat tof vinden. Maar goed, we zijn even afgedwaald. Ik wil nog heel even met je terug naar de economie, want de afgelopen weken hebben we de noodklok geluid over China. En daar blijft het toch wat spannend. En we zien nu dat er vanuit uit China zelf, vanuit Beijing, toch niet echt wordt gestimuleerd. Laten we het zo eventjes stellen. En Bloomberg die rapporteert hierover het volgende. Why China is avoiding using bazooka to spur economy. Ja, de vraag is, waarom grijpt China niet in als er zulke grote problemen binnen de vastgoedmarkt zijn, met de daling van de vastgoedprijzen, en vervolgens ook lijkt over te slaan richting de schaduwbankaire sector, dan vraag je natuurlijk af waarom ze niet ingrijpen. En er zijn binnen China, of er is binnen China, zorgen over de schuldgroei. En dat maakt dat de terughoudendheid van de Chinese overheid vrij groot is om direct geld richting de consument te geven. Dus het is zeer interessant dat China hier dus een andere aanpak op nahoudt. En als we het hebben over China, moeten we het ook nog even hebben over Country Garden Holdings. Dit is de grootste particuliere vastgoedprojectontwikkelaar van China. En hier ontstonden 2 weken geleden problemen omdat zij een rentebetaling op hun obligaties hadden gemist. Ze kregen een zogenaamde grace period van 30 dagen. Je zou in het Nederlands zeggen een garantie. De periode. En de bedoeling was dat zij binnen deze 30 dagen alsnog de rente op de dollarobligaties betaalden. De rente op 2 dollar obligaties is inmiddels binnen die grace period betaald, waardoor de eerste wanbetaling vermeden is. En we zagen afgelopen week dat dit tijdelijk verlichting bood, midden in toch wel een liquiditeitscrisis binnen de financiële markten van China. Ondanks deze betaling blijft de schuldencrisis van Country Garden tot op heden gewoon nog steeds bestaan. De obligaties worden nog steeds verhandeld op niveaus die wijzen op mogelijke herstructurering van de schulden of zelfs op liquidatie, dus een beëindiging van het bedrijf als gevolg van een faillissement. En er zijn voorzichtige tekenen op mogelijk herstel van de Chinese vastgoedmarkt, maar een opleving lijkt op dit moment zeer onwaarschijnlijk. Country Garden en andere grote private bedrijven die staan op dit moment voor meer dan 8 miljard in de boeken als het gaat over de obligatiebetalingen voor de komende 6 maanden. En het bedrijf die heeft onlangs stappen ondernomen om dus die default te kunnen voorkomen, waaronder het betalen van dus de coupons, de rentebetalingen over die obligaties en het voorstellen om hoofdbetalingen op verschillende yuan-obligaties te verlengen. Dus ze hopen door herstructurering dit probleem een beetje voor zich uit te kunnen schuiven. En dat zien we dus, nou ja, de afgelopen tijd steeds vaker. We zagen dat met Evergrande, we zien dat nu opnieuw met Country Garden. En die problemen blijven wel aan dat oppervlakte drijven, aan die oppervlakte drijven. Hetzelfde hebben we gezien met de bancaire sector. Hetzelfde zien we met die inflatie. De inflatie is dan nu wat lager, maar is dat probleem nou daadwerkelijk opgelost? Dat is de vraag. We hebben gewoon te maken met onzekere tijden. En als we dit verhaal dan even compleet samenvatten en kijken naar de conclusie van dit verhaal, dan moeten we eigenlijk weer terug naar daar waar we mee begonnen. En dat was het feit dat Klaas Knot waarschuwt voor financiële onrust. En hij bespreekt dit met de G20. En dat doet hij niet voor niks. Financiële onrust, financiële mogelijke instabiliteit en dus onzekerheid is wat er de komende maanden en jaren op ons ligt te wachten. En als je het mij vraagt, is dat op het moment dat er onzekerheid is, is dat een belangrijke factor, een belangrijk
alarmbel die je eigenlijk niet moet missen. En voor mij is dat een reden dat ik al lange tijd goud en zilver in mijn portefeuille heb zitten. Die zorgen voor die stabiliteit op de lange termijn. We weten dat goud vaak wordt gezien als hedge tegen inflatie. Het heeft een monetaire functie. Vroeger had het een monetaire functie, tot op heden nog steeds. Als je de nood aan de man is en de euro het niet meer doet, dan kunnen we met z'n allen nog steeds ons goud gebruiken. En dat hebben we meermaals gehoord afgelopen jaar ook vanuit de Nederlandse bank. Zelfs toen het goud verplaatst werd naar een nieuwe kluis. Dat als er wat misgaat met de munt, dat dit ons de mogelijkheid geeft om opnieuw te beginnen. Voor mij een reden dat goud in mijn portefeuille zit, zilver eveneens. Mocht jij graag goud aan je portefeuille willen toevoegen, of mocht jij een nieuwe portefeuille willen openen en een gratis gram goud willen claimen, check dan even de link die ik hieronder heb staan. 1 gram goud is nu €58 uit mijn hoofd waard tegen de huidige koers. Dus dat is hartstikke leuk. Check de link hieronder, dan kun je je aanmelden. Lees ook even de actievoorwaarden. En dan kun je geallockeerd goud aanschaffen bij onze partner Gold Republic. Ik werk inmiddels denk ik al wel een jaar of 4, 5 samen met Gold Republic. En ik gebruik het zelf. Ik ben er ontzettend tevreden over. Je hoort vaak mensen zeggen, ik gebruik het zelf. Maar ik ben zeer tevreden over Gold Republic. En dat is mijn eerlijke mening, eerlijke opinie. Het is niet voor niks dat ik met deze partij samenwerk. Dus mocht je dat tof vinden, check even de link die hieronder staat en claim je gratis gram goud als je daarvoor in aanmerking komt. Ja, en dan komen we nog bij dit stuk. En dit gaat over waarom bedrijven in vredesnaam de prijzen zullen verlagen als de kostprijs ook daalt. Dus stel nou dat we in een scenario terechtkomen waarin grondstofprijzen ineens fors beginnen te dalen. Waarom zouden bedrijven daar dan in meegaan? Want die bedrijven die kunnen immers nog steeds behoorlijke winstmarges pakken. En de vraag is dan dus of bedrijven dat zouden doen. En doorgaans heb je 2 verschillende vormen van producten, soorten van producten. En dat zijn de producten die arbeidsintensief zijn en blijven. En de producten die steeds minder arbeidsintensief zijn door een beter productieproces, et cetera, et cetera. Denk bijvoorbeeld aan technologie en in vergelijking met voedsel. Voedsel wordt altijd duurder. Technologie is uiteindelijk deflationair. Als we kijken naar techproducten, fysieke techproducten heb ik het dan over. Denk aan camera's. Die worden steeds beter. Het product in zijn algemeenheid wordt over het algemeen ook wel duurder. Maar als je eenmaal een iPhone uitgebracht hebt, wordt die uiteindelijk alsmaar lager. Terwijl de prijs van brood wordt niet alsmaar lager. Ondanks dat er misschien een nieuw brood op de markt gebracht wordt die nog interessanter of voedingsrijker is. Dus dat zijn 2 verschillende producten die interessant zijn om te onthouden. Maar over het algemeen wil je dus weten of bedrijven überhaupt hun prijzen zouden laten zakken als de grondstofprijzen beginnen te dalen. En de rigiditeit in de consumentenmarkt is hierin zeer belangrijk. Want prijzen voor consumenten zijn over het algemeen rigide te noemen. En ze kunnen dus persistent hoog blijven, zelfs als de grondstoffen dalen. En er zijn een aantal redenen voor te noemen. Denk onder andere aan psychologie en de prijssetting. Maar ook de vertraagde reactie op eventuele prijsschokken. Maar ook consumentengedrag is een belangrijke factor. Want in welvarende landen zoals Nederland zijn veel consumenten niet erg prijsgevoelig. En vooral als hun koopkracht op peil blijft door bijvoorbeeld loonsverhogingen en als de werkloosheid laag is. En dat zien we nu. Dus die bedrijven die gaan voorlopig echt niet denken, nou weet je wat, ik verlaag mijn prijzen wel. En dat komt mede omdat bedrijven kijken naar een verschil tussen marktaandeel en winstgevendheid. Want bedrijven vinden het belangrijker om winstgevender te zijn dan om marktleider te blijven. Dus ze willen liever gaan voor een grotere winstmarge. En daar willen ze best een klein beetje van hun marktaandeel in verliezen. Prijsverlagingen die zouden kunnen leiden tot een aanzienlijk lagere winst. En dat willen ze dus voorkomen. En daarbij heb je ook nog het zogenoemde zweepslageffect. Bedrijven bouwen soms grote voorraden op uit vrees voor eventuele tekorten tijdens economische perioden waarin het wel goed gaat, hoogconjunctuur. Wat kan leiden tot hogere kosten die ze vervolgens aan de consument moeten doorberekenen. Dus op de korte termijn gaan die bedrijven bij lange na niet hun prijzen verlagen. Als we kijken naar bijvoorbeeld voedsel, et cetera, et cetera. Dus dit is een belangrijke om ook even in je achterhoofd te houden. De grondstofprijzen kunnen dan wel dalen, maar zullen
bedrijven dat ook daadwerkelijk doen, zolang de consument nog blijft betalen als de lonen stijgen. Het is eigenlijk een beetje dat loonprijsspiraalverhaal. Nou goed, we gaan nog even door. Ik zal voor volgende week voor zorgen dat er ook weer wat toffe nieuwtjes bij zitten, waar we het ook kunnen hebben over eventuele kansen en mogelijkheden in de markt. Maar dit was toch wel een belangrijke economische video om echt even duidelijk in kaart te brengen waar we nu precies staan en wat voor lastige kwestie het op dit moment is. Ja, en dat brengt ons bij de grafiek. We kijken even naar hoe de grafiek er momenteel bij hangt als we kijken naar de koers van Bitcoin. We weten dat we na een uitbraak uit deze neerwaartse trend, deze falling wedge opwaarts uitgebroken zijn, koersdoel tot hier hadden, vervolgens een opwaartse weerstandslijn vormde. En nu aan de onderkant hier zien we deze supportlijn werd vervolgens hier doorbroken. We zagen hier opnieuw een falling wedge, oude support werd doorbroken, werd een nieuwe weerstand. En nu hangen we hier op deze supportlijn. We zien toch wel enigszins wat positieve divergentie, wat momentum opbouw, maar dat kan wel een behoorlijke periode duren. Als je het mij vraagt, kan het nog wel eventjes, even een periode van zijwaarts of misschien zelfs wel lichte neerwaartse bewegingen plaats gaan vinden. We zitten nu vrij laag op RSI. Dit was het laagste RSI-moment sinds de lockdown-periode in 2020. En nu is dus de vraag wat er vervolgens gebeurt. We gaan wachten op een nieuwe formatie. We zien dat de koers nog steeds zijwaarts beweegt. Ik moet het ook altijd even uitspreken wat het prijsniveau is voor de mensen die luisteren naar deze video. We denken er trouwens ook over na om deze video ook in podcast aan te gaan bieden. Mocht je dat tof vinden, laat me dat vooral weten. Als het goed is, heb je vandaag gehoord dat de audio-kwaliteit een stuk beter is. En ik zal ook even oplezen wat de huidige steun- en weerstandsniveaus zijn. De steun ligt op 25,3 en het weerstandsniveau ligt op 28,3 op dit moment. En daar hangt de koers nu middenin. Het is nu dus afwachten voor de komende tijd wat voor formatie er wordt gevormd. Laten we zeggen dat dat voor eind oktober, begin november wel moet gaan plaatsvinden. En dat we nu nog eventjes spelen tussen deze bandbreedte. Mochten we toch onverhoopt door dit steunniveau heen zakken van pak een beet 25,3, dan ligt er opnieuw een steun rond 23,8 om en nabij. De steun- en weerstandslijnen zijn nog steeds gelijk 21,4. En vervolgens komen we dan pas rond 20 psychologische weerstand uit. En die ligt aan de onderkant op 19,5. Mochten we nou opwaarts bewegen, wat nou, in mijn optiek nu nog niet in de lijn der verwachting ligt, tenzij we straks een ETF-verhaal krijgen of iets dergelijks. Maar als we echt even puur technisch kijken, ligt dat niet helemaal in de lijn der verwachting. Aan de bovenkant liggen we rond de 28 en vervolgens rond de 31. Misschien is het trouwens ook wel leuk om de dollar cost average portefeuille er weer eens bij te pakken. Ik kan dat doen als je dat tof vindt. Laat me dat ook hieronder eventjes weten in de reactiesectie. En vergeet niet om even op die blauwe duim te klikken als je deze video tof vond of als je tussendoor wat geleerd hebt. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik hoop je graag volgende week weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Madelon Praat. Tot dan. Dag!